hoe gebruiken we nu ons grafisch zakrekentoestel om op basis van de verhouding van twee zijden de bijhorende scherpe hoek van die rechthoekige driehoek te gaan berekenen? Wel, ik heb hier drie voorbeeldjes uitgewerkt. Het eerste voorbeeldje, als we vertrekken vanuit onze scherpe hoek alfa, ja, dan krijgen we de overstaande rechthoekzijde en de aanliggende rechthoekzijde. Dat is de O en de A van TOA, dus dan gaan we de tangens moeten gebruiken. We schrijven eerst de verhouding op. De tangens van deze scherpe hoek is de verhouding 12 op 17. En dan, om deze hoek te gaan berekenen, gaan we dus ons rekentoestel gebruiken. Nu, als we de tangens van een hoek willen berekenen, dan drukken we gewoon op tangens en dan geven we die hoek in. Maar als je op basis van een hoek, van een verhouding de hoek wil berekenen, dan moet je drukken op shift tan, zodat er tangens min 1 opkomt. Ja? We gaan dus die bewerking omdraaien. In plaats van een verhouding te berekenen, gaan we de verhouding gebruiken om een hoek te berekenen. Open het haakje 12 gedeeld door 17. Je mag ook het breuksymbooltje daarvoor gebruiken. Sluit het haakje en we drukken op execute. Dan komt er 35, en dan een heel lang komma getal. Dus afgerond kunnen we nu al stellen dat dit 35 graden is. Wil je nauwkeuriger antwoorden, dan ga je dit komma getal moeten gaan omzetten naar graden, minuten en seconden. Daar gebruiken we de knop option voor. Met het pijltje opzij gaan we naar angle, F5. We drukken op de knop F3 DMS. Ja, en dan gaat hij ons laatst gegeven antwoord omzetten naar een hoek geschreven in graden, minuten en seconden. Dus nauwkeuriger zouden we kunnen stellen dat ook alfa 35 graden is, 13 minuten en 3,33 seconden. We gaan kijken naar ons tweede voorbeeldje. Als we vertrekken vanuit onze hoek alfa, hebben we deze keer de overstaande rechthoekzijde en de schuine zijde gekregen. O, S. Ja, dan gaan we de sinus gebruiken. S, O, S. Sinus. Overstaande gedeeld door de schuine zijde. We schrijven terug opnieuw de basisverhouding op. Ja, sinus alfa is 12 gedeeld door 25. En we gaan de hoek willen berekenen. Dus we typen in shift sin. Open het haakje, 12 gedeeld door 25. Sluit het haakje, execute. Je krijgt een hoek van 28,68 graden. Willen we dit omzetten naar graden, minuten en seconden? Mijn venster staat er nog. Stel dat dat bij jou weg zou zijn, dat was via option. Eén pijltje opzij, angle. Nog eentje opzij, DMS, dat is F3. En ons laatst gegeven antwoord, ons answer, gaan we omzetten naar degrees, minutes en seconds. En dan komen we dus op een nauwkeuriger antwoord dan hier op mijn scherm geprojecteerd staat. 28 graden, 41 minuten en 7,45 seconden. En dan de laatste voorbeeldoefening. We moeten de hoek alfa gaan berekenen als de aanliggende rechthoekzijde 18 en de schuine zijde 25 is, aanliggend en schuin, dan gaan we de cosinus moeten gaan gebruiken, dat is de verhouding. Ja? Dus ik schrijf op cosinus alfa is 18 aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine rechthoekzijde. Ja? Ik wil een hoek gaan berekenen, dus ik gebruik de omgekeerde bewerking van 18 gedeeld door 25. Dan kom ik uit op 43,94. Met ons DMS-knopje zetten we het om. En dan kom ik uit op 43 graden, 46 minuten en 43,87 seconden. Veel succes!